Welkom bij weer een video van Vrijwilliger Centrale Stichtse Vecht. Wij brengen jou de beste kennis en tips voor het uitvoeren en aanbieden van vrijwilligerswerk. Mijn naam is Sarah Faber. Ik ben een van de maatschappelijk makelaars bij de Vrijwilliger Centrale. Wist je dat je als vrijwilliger verzekerd bent voor schade die je tijdens je vrijwilligerswerk opdoet? In deze video leg ik je precies uit hoe dat allemaal zit. Als je als vrijwilliger vrijwilligerswerk doet, dan kan er natuurlijk wel eens iets misgaan. Je staat bijvoorbeeld op een trapje een clubgebouw te schilderen en daar loopt iemand tegenaan en je komt lelijk ter val. Je bent een chauffeur bij een activiteitenbus en als je iemand helpt om uit te stappen, dan scheurt je overhemd aan de zijkant van de deur. Met een dikke winkelhaak tot gevolg. Wat doe je dan? De gemeente Stichtse Vecht heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente. Je hoeft je hier dus voor niet aan te melden en je bent verzekerd als je vrijwilligerswerk doet of als je mantelzorger bent en ook als je als scholier maatschappelijke stage loopt. Er zijn hier een paar uitzonderingen voor. Bijvoorbeeld voor een vereniging van eigenaren, die is uitgesloten. En ook de verkeersaansprakelijkheid voor mantelzorgers valt niet binnen deze verzekering. Maar voor die uitzondering kan je het beste even kijken op onze website of in de brochure van de verzekering. Als er wat gebeurt wat je eigen verzekering niet dekt, dan kan je bij deze verzekering aankloppen. Dat is wel een belangrijk punt. Je moet dus eerst kijken of je een eigen verzekering hebt die schade dekt. Bijvoorbeeld een WA-verzekering of een zorgverzekering. Wij zijn als vrijwilligerscentrale de tussenpersoon tussen jou en de verzekering. Je kan op onze website een schadeformulier vinden, wat je kan invullen. En wij sturen dat dan op naar de verzekeringsmaatschappij. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van het schadeformulier, kunnen we je natuurlijk ook helpen. Let op! Dit is geen vervanging voor je eigen ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. Zeg deze dus vooral niet op. Ook niet als vrijwilligersorganisatie. Want je kan nog steeds aansprakelijk gesteld worden voor andere zaken dan vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor je gebouw. En er zal maar net een loszittende dakpan op het hoofd van een van je bezoekers terechtkomen. Dus, als je schade hebt opgelopen die je eigen verzekering niet dekt, ga dan naar onze website en vul het schadeformulier in. Als je hulp nodig hebt bij het invullen, dan helpen we natuurlijk ook graag. Op onze website vind je ook nog meer informatie over deze verzekering en de brochure van de verzekering zelf. Dat was het! Tot de volgende video!